Goedemorgen jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik moet echt een andere intro gaan verzinnen. Oké, als jullie iets leuks weten wat ik elke vlog moet zeggen aan het begin, let me know. Want goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe video. Ben ik helemaal klaar mee. Oké, jongens, het is vandaag maandag. Het is eerste paasdag. Tweede paasdag. Happy Easter, everyone. Het is wel Pasen geweest dat deze video online komt, maar hope you have fun. Oh, mijn stem is een beetje verneukt. Oké, vandaag is dus maandag en vandaag ga ik foto's maken voor Instagram. En ik weet dat sommige mensen dit totaal niet boeiend vinden om te zien. Of denken van ja, ik hoef helemaal niks te zien van jouw influencer life. Snap ik helemaal, dan moet je even een andere video gaan kijken. Maar deze video staat totaal in het teken van foto's maken voor Instagram. Want wie had dat ooit gedacht dat ik daar een hele video aan zou wijden. Maar ja jongens, het gebeurt. Oh Harvest, I love you too. I love you baby. Kijk, ik maak denk ik 1 of 2 keer in de week ga ik echt op pad om foto's te maken voor Instagram. Puur omdat ik echt 1 à 2 foto's per dag post het liefst. Dat is best wel veel. Dus dat betekent dat je zo'n gemiddeld denk ik wel zo'n 8 tot 10 foto's nodig hebt per week om te posten. Dat is echt veel, hè. Maar het is niet erg, want ik vind het super leuk om te doen. En dit is een van mijn favoriete dingen om te doen. Dus super narcistisch natuurlijk dat je het leuk vindt om foto's te maken van jezelf. Ik kan het ook niet helemaal uitleggen, maar het is wel altijd heel gezellig en heel erg leuk. Dus ja, dat gaan we nu doen. Let's go! Stap 1! Oké, stap 1 is make-up opdoen. Want ja, ik heb nu mijn hele make-up gedaan behalve mijn lippen. Ik dacht, ik laat mijn lippen even zien. Want dit is toch iets moois. Dit is toch iets geniaals. Kijk, mijn lippen zijn nu zonder iets, zit niks op. En ik doe dus altijd lipliner door om me heen. En dan doe ik de lipliner iets boven mijn lippen. Waardoor je lippen dus groter lijken. En dit werkt. Dit werkt echt goed. Dus dit is de gewoon. En dit is met lipliner. Wat is dit? Kijk nou. Dit kan echt niet. Oh my god. Stap 2. Stap 2 is... Oh, waarom gebeurt dit? Stap 2 is even uitzoeken welke kleding je aan gaat doen op de foto. Wat vaak werkt is een beetje happy, een beetje summer vibe. Dus vandaar dat ik ga voor dit jurkje. En dit jurkje, deze is van Realization Par. En deze is van Faithful the Brand. Daar word je toch gelijk helemaal blij van. Oh my god. Heb je gemerkt trouwens dat ik de hele tijd niet scherp ben? Bij die andere viel me dat wel op. Ja, ja. Heel veel onscherp beelden. 3. En ik zit met Eva in de auto en we gaan locaties opzoeken om foto's te maken. Moet je voorstellen als je elke dag eigenlijk 1 of 2 foto's wil plaatsen en je bent 9 van de 10 keer ben je in Amsterdam, dan is het op een gegeven moment heel lastig. Like nothing's happening. Is het op een gegeven moment heel lastig om nog locaties te vinden. Dus dit is echt onze grootste uitdaging. Dus leuke vraag, als jullie een mooie locatie weten in Amsterdam waarvan je denkt daar ben jij nog niet geweest. Let me know in de comments. Trouwens, ik krijg fucking vaak de vraag of in de comments zie ik ook welke camera er wordt gebruikt. Oeh. Misschien is dat wel handig, want het is een Sony. Ja, dat is ook zo heel handig. Een Sony A7 III, de body. En ik heb eigenlijk 2 lenzen die ik het meest gebruik. Dat is een Sigma 35mm. Dat is gewoon handig, want daar kun je eigenlijk alles mee. En de Zeiss 55mm. En dat is allebei gewoon super mooi glas. Ze hebben een lage f-stop en dus heel veel scherpte, diepte en fucking goed. En heel erg goed in lowlight. Het is gewoon heel erg goed. Het is gewoon ontzettend goed. Oké, heel eventjes een momentje voor hoe ik dit heb geparkeerd. Ja. Oké, we zijn aangekomen op de eerste locatie. We dachten de tuin bij het Rijksmuseum. Alleen, het is dus Pasen vandaag. Tweede Paasdag. En we hebben er even niet over nagedacht dat het echt extreem druk is hier. Maar echt zo veel mensen. We gaan het proberen. Oh, ik weet trouwens iets leuks. Hierachter hebben ze die beelden die ze daar hebben, alleen dan één in het wit. Oké, licht is getest. Tijd voor de foto's. Oké, so far gaat het nog niet zo goed. Not great. Ik weet, ik ga even iets proberen. Eva gaat heel veel proberen. Dit kan wel misschien.
Oké. Okay. Oh, sorry, is het wat? Ik heb geen idee. Oké, okay, eindconclusie van dit standbeeld. Het is hem niet geworden. We gaan door naar de volgende locatie. Kan het niet altijd goed, maar soms werkt het gewoon niet. Dan denk je, dit is fucking nice. En dan kijk je de foto's terug en dan denk je, nee, ik had geen gelijk. De keuring voor Rianne. Het ziet er heel eng uit, of niet? Ja. Maar zie je nu ook iets met dat oog, of niet? Nou ja, nee. Oké, poseren. Hoe ga ik dit vertellen? Poseren. Les nummer 1. Oké, er is een ding. Bijvoorbeeld, wat ik vooral voor mezelf belangrijk vind, is... Ik kom helemaal niet bij mijn woord. De afstand tussen mijn keel en mijn kin is nogal klein. Kijk. Als je dit zeg maar naast Angelina Jolie zet, dan snap je wat ik bedoel. Dus ik moet een beetje forceren. Vandaar. Wangetjes hier, een beetje inzuigen tussen je kiezen. Lekker naar voren. En wat ik ook altijd doe wat helpt is een soort van je onderlip. Een beetje zo, een beetje onderlip en een beetje je bovenlip naar boven duwen. Dus dan krijg je dit. Zie je mijn verschil? Ja. Oké, normaal gezicht? Ja. En vooral als ik praat is het heftig. Oh, ik heb ook een Instagram lach en een gewone lach. Dit is mijn gewone lach. Dit is een Instagram lach. De eerste outfit zit erop. Dan is het nu tijd voor de tweede outfit. En die heb ik natuurlijk bij me. Het ding is alleen, waar ga je omkleden? Het is ook weer lastig, maar we hebben een steegje gevonden. Kom er mee. Lekker in de trash. Oh, het stinkt hier ook wel een beetje. Het ding is waarom we dit doen, waarom het chill is. Kijk, of je gaat elke dag op pad en je moet er elke dag fucking nice uitzien. Of je doet gewoon 2 dagen in de week dat je echt even je best doet. En dan heb je al je foto's voor de rest van de week. Ik bedoel maar. Sorry, ik ben zo geskild hier. Heb je door? 1, 2. What? Like I never heard. Goede tip. Vind ik zelf. Maak het jezelf niet te moeilijk. En kies vooral locaties die dicht bij elkaar zitten. We zijn nu aan de andere kant van de tuin. Het is even mooi. Kijk. Oeh, pretty. Let me be. Oh, ik vind het echt leuk. Laten we het opmaken. Baby, they never gonna find me. I'm a renegade. Foto's te maken en dat is de Dam. Yeah. Maar het is ook een van de moeilijkste plekjes om foto's te maken, want er zijn extreem veel mensen. Vandaag is het tweede paasdag. Dus ja. Gelukt hebben we vandaag 4 foto's kunnen maken. Ja. Het is oprecht. Klinkt misschien niet veel, maar het is echt veel. Echt heel chill. En we hebben natuurlijk ook wel eventjes een tijdsbestek nodig. Hoe lang heb je hierover gedaan? Ik denk in totaal 1,5 uur. Ja, easy. Zo agressief. Oké, we zijn weer terug. We zijn klaar. Ik ga nu eventjes de foto's bekijken. Het zijn 1000 foto's geworden van 4 settings. Dus dat betekent 250 foto's per setting. Ik ben benieuwd. Oh,
stap 5. Oké, stap 5 is de foto's bewerken. Want dat moet ook gebeuren, laten we eerlijk zijn. Ik vind het super chill en leuk om te doen. Dus laten we even kijken hoe ik dat nou precies doe. Hier hebben we mijn telefoonscherm. En hier hebben wij Facetune. Oké, voordat we beginnen met Facetune. Ik zal even heel kort uitleggen. Facetune is een soort van Photoshop. En dit is best wel een dingetje. Mensen vinden dit altijd best wel een soort van heftigheid van Instagram. Dat mensen hun foto's photoshoppen. En ik doe dat ook. Ik haal mijn puistjes weg. En ik doe mijn dingen soms wat scherper maken dan dat ze eigenlijk zijn. Puur omdat het gewoon de foto is, vind ik altijd een stuk vetter maakt. En omdat ik puistjes gewoon echt vet irritant vind op mijn kin. En ik heel blij ben dat ik die af en toe gewoon eventjes weg kan halen. En eventjes kan doen alsof ze er niet zijn. Dus kijk lekker mee, zou ik zeggen. Oké. We beginnen hier met deze foto. Hallo Rianne, leuk, gezellig. Ja, dit zijn de puistjes. Dus die halen we even heel snel weg met een patch. Het gaat gewoon super makkelijk en super easy. En het verschil is super minimaal, maar het is wel gewoon chill. Kijk, wat. Zo zou die kind van mij er eigenlijk uit moeten zien. Ja, eventjes. Kijk, dit is de before en after. De before en after. Wat? Oké, nu kan ik nog eventjes mijn wenkbrauwen iets scherper maken. Zie je? En mijn ogen. Ja, je ziet het bijna niet. Het is super, super weinig. Maar ik doe nu zeg maar de omlijning van mijn lichaam ook een beetje scherper maken. Waardoor ik meer uit de foto spring. Super handig. En mijn jurk was een beetje gekreukeld. Ja, dit vind ik geweldig. Je hebt een smooth functie. Kun je gewoon over je kreukels heen gaan. En dan smooth het de kreukels. Zie? Kijk. Het is bijna weg. Hier, dit is het ziekste. Wow. Zag je het? Het verdwijnt gewoon. Kijk, zie je? Before, after, before, after. Save to camera. En we gaan door naar Lightroom. Hey, daar zijn we. Oké. Lightroom. Ik gebruik daar voorinstellingen. En dit zijn een soort van presets. Deze heb ik zelf gemaakt. En ja, dit zijn alle verschillende presets die ik heb staan. Ik dacht, ik laat ze allemaal eventjes zien. Dat is wel zo leuk. Dit is op zich ook best wel nice. Dit is helemaal niet nice. Nee. En ik ga vandaag eventjes voor deze. Ik vind deze wel het coolst, want dit is een soort van mijn nieuwe preset die ik laatst heb gemaakt. Waarbij de achtergrond heel erg donker is en ik er zelf lekker uitspring. Dit is de before en after. Wow. Top. En dit is het dan. Opslaan. VSCO. Woo! Fisco, VSCO. Ik weet niet hoe je dit uit moet spreken. Oké, hier heb je de foto. En wat ik hier doe is, ik crop hem in het Instagram formaat. Want het Instagram formaat is kleiner dan hoe de foto echt is. Dus ik moet hem wat kleiner maken. En ja, dat is soms wel lastig. Ik verscherp de foto een heel klein beetje. Ik doe altijd de temperatuur iets naar beneden, want ik maak hem vaak iets te warm. En dan daarna doe ik er nog een klein korreltje overheen. Ja, heel minimaal. En dat is het. Toen is hij klaar. That's it. Dat was het. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat je er misschien wat van hebt opgestoken. Als je het heel erg leuk vond, doe dan eventjes deze video liken. En abonneer dan op mijn kanaal. Ik denk dat het leuk is om nog wel eventjes deze video te eindigen met het eindresultaat van de foto's die we hebben gemaakt vandaag. Dus daar komt ie. In 3, 2, 1. Woe!